Tijdens de worship bekroop mijn gedachten. En ik zag daar een soort een kluis. Zoals je hem wel eens in films ziet. Zo'n grote ijzeren deur met zo'n rond ding. Met van die, zo'n kruis ervoor, zeg maar. En dat was een persoon. En ik denk dat je hier bent met het gevoel van... ik kan niet ontvangen. Want ik zit op slot. Letterlijk en figuurlijk. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. En ik voel me als een kluis. Er kan niks in, er komt niks uit. En dan mag ik nou tegen je zeggen, dat in de naam van de Jezus die kluis open mag gaan. En dat je hem mag vertrouwen. Dat je je echt mag geven. Op jouw manier. Er is niemand die je wat oplegt. Er is niemand die iets van je vraagt. Alleen Jezus die zegt van, ik ben voor jou gestorven. Jij bent oké. Jij bent het waard. En je mag jezelf gewoon geven. Dus dat wou ik even kwijt. Wees ermee gezegend. Wordt een beetje een aparte preek. Want ik wil eigenlijk het thema voor dit jaar wil ik jullie gaan vertellen. Maar ik wil ook zeker even terugblikken naar het afgelopen jaar. En afgelopen jaar hebben we als thema gehad een sterk en krachtig hart. En het was een super gaaf jaar. Het was een super gaaf jaar voor de gemeente. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Buiten de gemeente zijn er wat dingen gebeurd die niet zo gaaf waren. Maar de gemeente was super gaaf. En we echt mooie dingen met elkaar meegemaakt. En een sterk en krachtig hart hebben we geprobeerd om daar ook gewoon het woord van God daarop af te stemmen. Om te ontvangen, wat heeft Jezus nou voor de gemeente dit jaar op het oog? En wat mogen we aan de gemeente laten horen? En dan hebben we echt geprobeerd jullie gewoon op te bouwen. En te overtuigen vanuit het woord dat je sterk bent. Dat je een krachtig hart hebt. En dat je daar vanuit mag gaan leven. Dat je niet maar een zwakke christen bent. En een beetje een verschoppelingetje van de maatschappij bent. Maar dat je gewoon mag gaan staan. In wie je bent. En dat je mag gaan staan in wie Jezus jou gemaakt heeft. Dat je mag gaan staan op het bloed van Jezus. Wat jou jouw waarde geeft. Dat hebben we geprobeerd uit te dragen het afgelopen jaar. En ik vond het echt een tof jaar. Ik heb er heel veel genoten van heel veel dingen. En ik wil een paar dingetjes gewoon laten zien. Want ik denk dat de Wijngaard weer een nieuwe fase ingaat. En ik weet niet of je die term kent. Ik weet niet of het op het bord staat. Bij boksen. Ik weet niet of je een beetje naar Rico kijkt af en toe. Rico. Hij kan het hoger. Hij is ook langer. Maar er staat er zo'n umpire in de kring en die zegt dan... Ready to rumble. Kennen we dat? En ik denk dat de Wijngaard ready to rumble is. Amen. En ready to rumble is klaar om ervoor te gaan. Klaar om de strijd aan te gaan. Klaar om te bevestigen aan de omgeving, aan je familie, wat Jezus gedaan heeft. We zijn er klaar voor. Jij bent er klaar voor om van waarde te zijn voor een ander. Meer dan dat je zelf beseft. En dat is super gaaf. En toch niet voor jou af. Dat is nog steeds het allerbeste nieuws wat er is. Want het is gewoon Jezus in jou. En daar gaan we vandaag over hebben. Ik ga een paar dingen laten zien die gespeeld hebben in 19. De diensten. We hebben 2 doopdiensten zelfs gehad. En dat waren ook allebei... Nou is een doopdienst altijd bijzonder. Maar dit waren weer extra bijzondere doopdiensten. Want de eerste doopdienst, daar hebben we eigenlijk voornamelijk mensen gedoopt die niet in deze gemeente komen. Nog steeds niet. Kom nog. Maar is dat gaaf of niet? Moet je eens over nadenken. Er komen mensen van buiten, die hebben op hun hart om gedoopt te worden. Er waren zelfs mensen bij die mochten zich niet laten dopen in de andere kerk. Om wat voor reden dan ook. Hoe gaaf is het als je als gemeente daarop in kan springen en zegt, wij zegenen jou gewoon. Want het is niet eens een optie dopen, het is gewoon bekeer je en laat je dopen. Het is een one package deal. Hoe kan dat kerk dat scheiden? Kom hier en wij denken dat we dit van God ontvangen hebben en we gaan dit aan je laten zien. En kom je lekker laten dopen. Mensen die samenwonen. Ja, je mag niet laten dopen, want je woont samen. Waar staat het? Kom op jongens. Waar staat het? Dat mochten we uitdragen in die doopdienst. En dat was super gaaf. En de tweede doopdienst, die was eigenlijk ook wel heel erg bijzonder.
Want daar hebben we echt hele jonge mensen gedoopt. Een hele oude man was Marco. Nou, die is geloof ik 30 of zo. Maar we hebben die regel overboord gegooid. Stond op de site 12 jaar. Waar staat het in de Bijbel? Het staat er niet in. Oh, gaan we dan kinderdoop doen? Nee. Maar als een kind tot geloof gekomen is, dan kan hij zich ook laten dopen. Toch? En natuurlijk leggen we bij de ouders een stukje verantwoording. Hebben we toen ook gezegd. De ouders kennen hun kind het best. Maar het waren er een flink aantal. En dat is gaaf. Want in plaats van dat je ze nu een erfenis hebt gegeven, nee, je bent als kind gedoopt, je hoeft je niet meer te laten dopen, hebben ze nu een erfenis gegeven. Ik ben gewoon gedoopt en ik heb er zelf voor besloten. En ik hoor er gewoon bij. Ze hoorden er al bij, maar we hebben dat laten zien aan de gemeente. Wat waar ik voor sta. Zo jong als dat ik ben. Super getuigenis. Ik was er zo van onder de indruk. Echt super gaaf. Dat is echt heel, ja, gaaf. Trouwens, ik denk dat ik nog dingen mis hierop. Maar even jeugddienst hebben we gehad. Getuigenissendienst hebben we gehad. Altijd goed. En gaan we beslist ook dit jaar weer doen. Niets is krachtiger dan dat we delen met elkaar wat ons hart beweegt. Dat is zo sterk. En dan gaat het niet om hoe goed jij wel niet bent en wat je allemaal doet in een evangelisch land. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat Jezus in je hart heeft gedaan. En vertel dat. Kan je 5 minuten. Top. Helemaal gaaf. Kerstdienst. Kerstdienst. Hoe eenvoudig kan het evangelie zijn? En hoe mooi werd dat gebracht? Toch? Ik vond het echt heel mooi. We hebben ook even tussendoor de Romeinenbrief behandeld. En we zijn inmiddels begonnen aan de Hebreeënbrief. Ik hoop dat jullie dat doorhebben, anders moeten we anders gaan preken. Maar goed, de Grace Kids is ook geweest natuurlijk, heeft ook gespeeld. En er zijn vast nog andere dingen die er geweest zijn. Volgens ziet ze nog een aantal zaken. Ja, het oudste team is veranderd. Afgelopen jaar, anderhalf jaar. We hebben begin van het jaar hebben we een fundamentencursus gegeven. Daar hebben we vanaf Genesis tot Openbaring, bij wijze van spreken, hebben we laten zien van, het is allemaal Jezus. Er is in die zin geen verschil tussen de Bijbel, wat Jan Vos ook vorig jaar zei. Of vorige week. Zo snel gaat de tijd ook weer niet. Maar we zitten alleen in het nieuwe verbond. En we mogen vanuit het nieuwe verbond kijken naar het oude verbond. En zien dat eigenlijk in het oude verbond, het nieuwe verbond, gewoon hartstikke aangekondigd wordt. En hartstikke veel rijkdom geeft voor ons leven nu. En heel veel kwartjes op hun plek doen laten vallen. Van, oh wacht even, dat werd toen al bedoeld. Toen werd het evangelie al verkondigd. Het was heel leuk om te doen. En ja, en waardevol denk ik. Huwelijkscursus is vorig jaar geweest. En die gaan we dit jaar weer doen. Dus het is nu te laat om in te schrijven. Maar we houden dat vast. Vrouwenochtend, mannenavond, gemeenteweekend. Ik noem ze even zo achter elkaar, maar het zijn best grote dingen. En het mooie is, en dat is eigenlijk voor mij wel een soort bevestiging van dat sterke en krachtige hart. Dat doet wel in de mens iets loskomen. Want deze dingen die ontspruiten uit het hart van iemand in de gemeente. Iemand krijgt iets op zijn hart. Overleg met de oudste, want ik heb dit op mijn hart. Dat stoplicht staat bijna altijd wel op groen. Of dat verkeerslicht, stoplicht is gelijk al van. Dat verkeerslicht staat bijna altijd op groen. Wij zullen alleen kijken van, is het in lijn met het woord? En heeft de gemeente de baat bij? En that's it. En jullie maken het dat het gebeurt. En daar zijn we echt super blij mee. Want het is super waardevol, mannenavond. Vrouwenochtend, super waardevol. Maar het zijn wel allemaal dingen die. Oké, was de laatste gemeenteweekend. Ja, die wil ik ook niet tekort doen. Dat zijn allemaal dingen die jullie op het hart hebben als gemeente. En dat heb je niet zelf verzonnen, want dat heeft God gewoon op je hart gelegd. Gods geest heeft dat op je hart gelegd om dat te gaan doen. Of om daar iets voor te ontwikkelen van binnen. Van dit zou moeten gebeuren in de gemeente. En daar wil ik je eigenlijk in aanmoedigen. Hou dat vast. Hou die vrijheid vast. Kom met de ideeën. En zorg dat de gemeente gaat doen wat hij moet doen. Want dit zijn dingen die ervoor zorgen dat we gaan doen wat we moeten doen. Want zowel ook bij de fundamentencursus, bij de mannenavond, vrouwenochtend, gemeenteweekend, er komen mensen die hier gewoon niet komen. Die komen daar gewoon met mee. En we hebben echt een superboodschap hebben we uit te dragen. En dat,
Ja, dat moeten we gewoon vasthouden, denk ik. Want dat jij dat dus initieert, zou ik maar zeggen. Of je voor opgeven, of whatever, hoe je het wil noemen. Dat heb je van God ontvangen. En Paulus zegt daarvan, de geest die schrijft op jouw hart. Dat zegt hij in Korinthe 2. 2 Korinthe 3, sorry. Die ziet maar op. U bent onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En als jij een brief bent, dan moeten we die niet in het envelopje laten zitten. Dan moeten we die laten lezen aan de mensen. En jij bent echt een supermooie brief, want je bent de liefdebrief van God aan mensen. Dat ben jij. En de wereld zit er om te springen. Geloof me, de wereld om te springen. Want die andere brieven waarin staan, waar ze allemaal moeten van voldoen en waar die ze afkeuren, die brieven hebben ze echt al gelezen allemaal. Ik had van de week nog iemand, een gelovig iemand, die wil niet met een ander mee, want die gaat naar yoga. Ja, ze gaat naar yoga, maar yoga dat is van de duivel en ik ga niet meer mee. Ik zeg, nou, dan ga je niet mee. Nou, komt op het mailtje. Ja, dan maak je mij weer aan twijfelen, dus je wil wel mee. Nee, ik wil niet mee. Ja, wat wil je nou eigenlijk? Ja, ik wil zeggen dat het niet goed voor er is. Ja, kan je doen. Je kan ook als Paulus zijn. Je gaat gewoon mee, maar je doet er niet aan mee. Is een beetje glad ijs, dun ijs misschien. Beetje spannend. Yoga. Jij bent onaantastbaar. Je hebt Gods geest in je. En die is veel sterker dan als die gast die de yoga-instructie geeft. Sterker nog, mogelijk gaat er wel iets helemaal niet gebeuren, omdat jij daar bent. Want jij bent een geestelijke entiteit. Dus als je in dat soort discussievelden komt, gaat dan niet tegen die persoon zeggen van, ja, jij gaat naar yoga, jij gelooft niet in God. Een beetje jammer is dat, weet je wel. Dat is ook niet echt een motivator voor die persoon om God te gaan zoeken, toch? Nee, want dat beeld had ik al. Als je gaat geloven, dan mag je helemaal niks meer. Dus nee, doe me niet. Maar als je zegt van, nou ja, het is niet mijn ding, maar ik ga gewoon met je mee. En tijdens de yogales heb je het over Jezus. Dat is wel cool, toch? Dat is wel mooi cool. Kijk hoeveel mensen jou gaan aanhangen. Maar dat bedoel ik te zeggen. Jij bent een brief. Je bent een mooie brief. En je bent bekwaam gemaakt, zoals hier in deze brief staat. Jij bent bekwaam gemaakt. En ik vind het Engelse woord vind ik altijd mooi. Dat is enabled. Dus dat je bent in staat tot. Bekwaam is dat je kundig bent om het te doen. En je staat dus dat jij kundig bent om Gods liefde te verkondigen. Jij bent kundig om Gods liefde te verkondigen. Soms denk je van, ja, nou, ik ga nog helemaal niet lang naar de kerk. En ik moet eens weten waar ik vandaan kom, wat ik allemaal nog denk. En jij bent kundig om Gods liefde te verkondigen. Want hij zegt dat je kundig bent. En er is niemand die kan zeggen dat jij dan niet kundig bent. Jij bent kundig om Gods liefde en je bent ook toe in staat. Je bent enabled om liefde uit te delen. Ik heb een paar voorbeeldjes op mijn volgende sheet daarvoor genoemd. Dat is absoluut niet limiterende tot, maar het zijn wel dingen van de praktijk die je tegenkomt. Jij bent enabled, bekwaam gemaakt en in staat tot om onrecht en oordeel af te wijzen, waar mensen onder gebukt gaan. Hoeveel mensen in je omgeving wijzen zichzelf niet af? Ik denk als je twee tellen nadenkt, dat je de vier in je gedachten hebt al. Hoeveel mensen wijzen zichzelf niet af in de wereld? En hoe is Gods boodschap haaks daarop? Hij keurt jou goed op basis van het offer van Jezus. Jij bent gewoon goedgekeurd. Je bent gewoon om lief te hebben. Niet om afgewezen te worden.
Je bent ook unable om genezing te ontvangen. Weet je dat een actie is, genezing ontvangen? En je bent enabled om genezing te geven. Markus 16 zegt, leg de mensen de handen op. En ze zullen genezen. En dat gaan we nastreven. Dan gaan we staan in wie we zijn. We gaan niet meer jammeren van, oh, en er gebeurt niks. Wij gaan staan in wie we zijn. Want wij zijn Gods kinderen, wij zijn koningskinderen. Vorige week nog gezegd. Wij zijn koningskinderen. En het is de bedoeling dat we uit ons huisje komen. Want wij hoeven niet veilig ergens te zijn. Wij zijn veilig waar wij ook zijn. Dus je hoeft niet te bang daarvoor te zijn. Je hoeft niet terughoudend te zijn. Je bent echt gemaakt om dit te doen. En wat staat er nog meer? We zijn enabled om gesprekken te voeren waar de ander niet ervaart dat hij of zij veroordeeld wordt. Dat is eigenlijk het voorbeeld wat ik net noemde. Mensen weten vaak van jou dat je een christen bent. En soms hebben mensen ook het beeld erbij van die gaat nu zeggen dat ik iets niet goed doe. Dat is de verwachting. Best vaak de verwachting. En jij bent kundig en jij bent enabled om Gods liefde te laten zien. Om te laten zien, ik wijs jou niet af. Jouw acties zijn niet mijn dingen, maar ik wijs jou niet af. Ik heb goed nieuws voor jou. Er is een ander leven voor jou beschikbaar. Daar ben jij bekwaam voor en enabled. En daarmee breek je eigenlijk die mensenharten open. Dus met jouw sterke, met besef dat jij een sterk en krachtig hart hebt, zonder dat je helemaal hoeft op te peppen, bijbelstudies. Jouw hart heb je van God ontvangen. Hij zegt, ik heb het hart van steen uit je binnenste gehaald. Dat hart van steen wat oordeel was, wat afwijzing was, wat mij niet zocht. En ik heb een hart van vlees en bloed in jouw binnenste gelegd. Hij zegt, en dat ben ik. Ik ben dat hart. Ik bestuur dat hart. En ik schrijf op dat hart. En ik schrijf daarop dat jij geschikt bent. Dat je aangenomen bent, dat je geliefd bent. En dat ik jou bij deze enable. Daarom zegt Jezus ook van, ik ben nu het licht, nu ik hier ben. Maar als ik straks ga, dan zijn jullie het licht. Dat is een enabling, is dat. Dat is een toezegging, jij moet het gaan doen. En deed niet te veel in manieren waarop, want je bent zoals je bent, ben je goed. Met al je twijfels, zwakheden, angsten, je bent goed genoeg. Want doordat jij bent wie jij bent, in Jezus, ga je andere mensen aanraken. Omdat jij jezelf bent. Je verkondigt geen evangelie wat je zelf niet gelooft. Heb ik ook gedaan, hoor, vroeger. Ik kon het zelf niet goed uitleggen. Ik denk van, ja, dit komt niet zo heel sterk over nu. Ja, dan stop je er met mij. Maar als jij gewoon jezelf bent, je leven leeft, en vertrouwt op Jezus dat hij het doet door jou naar die ander, dat is jouw enabling. En dat is een heel ander leven. Dat is voor jou veel relaxter en voor die ander veel beter. Dat je niet uit eigen parochie gaat preken, daar schiet niemand wat mee op. Maar het begint wel met liefde. Liefde voor God in je hart. De volgende tekst mag op. Liefde voor God in jouw hart, die gaat het geloofwaardig maken. En dan ga je winnen. En we zeggen wel eens, ja, ik ben opnieuw geboren, noemen ze dat. Ja, dat klopt. Je bent opnieuw geboren om te winnen. Daar ben je opnieuw voor geboren. Je bent niet opnieuw geboren om... no longer a slave to sin, zegt het liedje. Of voor de zonde. Ik ben geen langer de slaaf van de zonde. Ik ben overwinnaar met Jezus. Maar niet alleen overwinnaar met Jezus. Je bent overwinnaar over omstandigheden. Alles wat op je pad komt, ben je overwinnaar in. Sollicitatiegesprek dat jij hebt, ben je overwinnaar in. Moeilijke gesprekken met familie, daar ben je overwinnaar in. En je bent enabled om een overwinnaar te zijn. Dat is echt super bijzonder. En dan moet je over nadenken, want dat gaat echt met de mensen helpen. En ja, daar zijn we, uiteindelijk zijn wij nog niet op aarde, omdat er nog niet genoeg mensen geloven. Dus we hebben een rol daarin. We hebben een rol om mensen Jezus te laten leren kennen. En de volgende sheet maar op. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven.
Nee, mag wel terug. Sorry. Ik stond nog even te laat. Hij moest nog even zinken, want het blijft een mooie tekst. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Nou, het voelt niet alsof ik altijd triomfeer. Echt niet. En toch is dit is de waarheid. En net werd er gezongen, what is greater than? En dan gaat het liedje verder. Maar toen zat ik te denken, ja, what is greater than? Wat is jouw emotie? Wat jij ziet, is dat groter? Of wat God zegt, is dat groter? Moet je jezelf afvragen. En dan de weging maken, waar zou ik dan naar moeten kijken? Mag je zelf de conclusie trekken? Ik kijk dan liever naar Jezus. Want hij zorgt ervoor dat je triomfeert. Altijd. Altijd. Daar ben je voor gemaakt. Je bent gewoon hartstikke aantrekkelijk. Oké, die landt volledig niet. Ik ben aantrekkelijk. Er zag geen geloof achter. Ik ben aantrekkelijk. Is niet cool, hè, dat zeggen. Maar je bent aantrekkelijk. En je ruikt nog lekker ook. Dat zat hier. Is dat gaaf of niet? En het is echt zo, mensen. Als je binnenkomt, verandert de ambiance gewoon. Jij bent een geur van God. En die geur, dat slaat ook in het Oude Testament, was de geur van de offers. Dat was voor God een aangenaam offer, of niet? Zo werd het offer van Aaron aangenomen. Het was een welriekende geur. En jij bent van God, staat hier al, een welriekende geur voor hem. En voor je omgeving ga je dus ook invloed hebben. Maar dat is een geestelijk iets. En dat is echt super gaaf als je daarin mag gaan bewegen. En dat is eigenlijk het... Maar ik denk dat 2019 dat we echt een stap gezet hebben. Ik hoop dat je dat voor jezelf ook ervaart. Dat je een stap gezet hebt van wie ben ik nou eigenlijk? Wat doe ik op deze aardbol? Waarom ben ik hier? Universele vragen. Nu mag hij wel verder. Dit is een profetie die een jaar of 7, 8 geleden over de wijngaard uitgesproken is door iemand. Er is best veel dingen over de wijngaard gezegd in periodes die geweest zijn. Ik heb hier nog steeds geloof voor. Ik denk ook dat ik het zie gebeuren. Ik denk dat wij als gemeente mensen aanraken. En het maakt eigenlijk niet uit of ze weggaan of blijven. Wij raken mensen aan en we vertellen ze van de liefde van God. Omdat hij onvoorwaardelijk is. We gaan niet zeggen van hij houdt van je, als je vanaf nu elke zondag komt, dan houdt hij van je. Dat zeggen we niet. Of hij houdt van je als je nu stopt met roken. Dan maak je kans dat hij van je houdt. Ja, ik ben niet zeker. Dat zeggen we hier absoluut niet. Wij zeggen hij houdt van je omdat het Gods aard is om van je te houden. En omdat hij Jezus gegeven heeft, die alle belemmeringen die er ooit misschien waren, hè, want de zonde stond tussen ons in, dat is niet meer. Hij zegt, er staat niks meer tussen jou en mij in. Daar is de doop ook een getuigenis van. Een goed geweten voor God hebben wij. En dat mogen we tegen mensen vertellen, want mensen die een goed geweten hebben, functioneren anders dan mensen die een belast geweten hebben. Ja, wacht, volgende op. Daar is die dan. Dit is 2020. David heeft zich heerlijk laten inspireren. Dankjewel. En die O in Gods genezende liefde, dat is een ring van vuur. En het geeft iets over de intensiteit van hoe hij ons lief heeft. Maar het geeft ook iets over wat jij mag zijn. Jij mag ook on fire zijn. Jij mag gewoon ready to rumble zijn. Jij mag gaan. Gods liefde brandt in jou om uit te delen. Niet alleen maar voor jezelf te houden. Gods liefde brandt in jou om uit te delen. En maak het niet ingewikkeld met allemaal wat je allemaal wel niet denkt te weten. Vertel gewoon dat hij van de mensen houdt. En dat jou die rust geeft als ze vragen, hoe kan je nou zo rustig blijven in die situatie? Ja. Ik weet ook niet, God houdt van me. Dat is voor mij voldoende. Ik weet ook niet heel veel dingen, weet ik niet hoe het werkt. Nou, de een zal denken van, lekker dan. De ander zal denken, dat wil ik ook. Ik wil ook die rust van jou.
Super. Het zit in jullie. En we gaan in 2020, gaan we God genezen, de liefde gaan we vormgeven in de breedste zin van het woord. We denken misschien gelijk aan fysieke genezing. Zeker ook dat. Want zo blij als dat we met de gemeente zijn, ook binnen het oudste team, we hebben echt wel iets waar we denken wat niet goed is. En dat er veel ziekte is in de gemeente. En dat is niet goed. Dat is niet Gods wil. Wie denkt dat Gods wil is dat wij ziek zijn? Niemand dus, hè? Nou, dat is genoeg reden om er tegen te ageren. Amen? Het is niet Gods wil, punt. En dat is meer dan genoeg enabler. Hoeveel enabler wil je hebben om daartegen te ageren? En dat bedoel ik niet het weg beredeneren en allemaal intelligente dingen roepen. Nee, ik bedoel gewoon Gods genezing uitspreken en laten zien. En verwacht dat die komt. Dat bedoel ik. Want het is niet Gods wil. Dus we zijn binnen het oudste team zijn we daar zeker over aan het praten en aan het bidden voor jullie. En voor onszelf ook. We hebben het net zo hard nodig. Maar dat is echt wel een dingetje. Waar ik denk van hier mogen we als gemeente een stap maken. En misschien zit er wel zoiets aan vast van nou we zijn als gemeente echt mensen aan het aanraken en mensen aan het veranderen. Dat de tegenstander ook denkt van ja dat moeten we niet hebben. We gaan een beetje twijfel zaaien. God geneest helemaal niet, moet je kijken. Oh het is allemaal genade, moet je kijken, allemaal ziek. Nou het is aan ons om het woord boven jouw twijfel te zetten. Zullen we dat gaan doen? Het woord boven wat jij ziet, ervaart, voelt, denkt. Zullen we het woord gewoon daarboven zetten? Dat de komende jaren gaat er zeker een aandachtspunt worden. Maar Gods genezende liefde gaat veel verder. Gods genezende liefde gaat ook uit naar wat je gedaan hebt. Wat je ervaren hebt. Wat je meegemaakt hebt. Ook daar is die voor. Te herstellen. Daar is die ook voor. Om je vrij te zetten, om te bevestigen dat je vrij bent. Daar is hij ook voor, die genezende liefde. Het gaat zeker het gemeenteweekend thema zijn. Want dat gaan we ook echt allemaal doen, komend jaar. We gaan ook echt puur het woord vertellen. Niks meer, niks minder. Netto woord. We gaan echt verder met de Hebreeënbrief. Maar we gaan de genezende liefde van God nog meer centraal zetten als we dat al niet deden. En we gaan er echt een ding van maken. En ja, daar hebben we ook gewoon jullie gewoon voor nodig. We hebben een tekst erbij. Dit is dus eigenlijk een soort de thematekst zeg maar, voor 2020. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dus wat je weet wat je in je hebt, wakker het aan. Geef het voedsel. Geef het voedsel en geef het geen voedsel van de wereld. Geef het voedsel uit het woord. Geef het voedsel door preken, geef het voedsel door worship, geef het voedsel door gelijkgestemd daar gesprek mee te hebben. Voed, wakker het aan. Maak elkaar enthousiast. Wakker het aan. Het zit al in je. Het zit al in je, wakker het aan. En besef dan dat die laatste regel staat. Je hebt geen geest gekregen waardoor je een beetje angst in een hoekje moet gaan zitten. Of je leventje leven, hopen dat er niemand voorbij komt. Die geest heb jij niet ontvangen. Je hebt een geest die uitstapt. Je hebt een geest die krachtig is. In liefde en bezonnenheid. En bezonnenheid is natuurlijk dat je wijsheid voor dingen moet krijgen. Je hebt echt wel dingen die je niet handig kan doen. En wel handig kan doen. Maar je bent krachtig en je hebt Gods liefde in jou. Dat is al in jouw hart geschreven. Jij bent die brief die in jou die geschreven is. En er wordt nog steeds geschreven op jouw hart. Ik denk zelf dat staat in het woord staat dat waar de wet verkondigd wordt, dat er een bedekking op het woord ligt eigenlijk. En dat alleen Jezus die weg kan nemen. En daar waar oordeel is, is een bedekking. Dus als je dingen in je leven hebt waar je zegt, van, nou, dat functioneert voor mij niet zo goed. En dat is niet vervelend. Hè? Ik bedoel, dit is niet als een oordeel of zo. Dan mag je gewoon denken, misschien moet er gewoon Jezus liefde daar maar bij komen. Ja. En dan gaat die bedekking weg. En dan ga je zien, ook dat staat er. En dan ga je in je eigen hart ga je kunnen lezen. En dan ga je ook eerlijk worden naar jezelf. En dan ga je staan in wat je moet doen. En ik hoop dat dat in 2020 in ieder geval zichtbaar gaat worden. Voor jezelf in de eerste plek.
Dat kan een openbaring zijn. Maar je bent dus voor anderen ben je zo gemaakt, onder andere. Om uit te delen en om mooie dingen te laten zien. Dat hebben we ook wel eens eerder gezegd. Ons oudste team is 7 personen groot. De gemeente is iets van op papier 120, denk ik of zo. Ik weet niet precies. Weet iemand het ongeveer? 120, 100? Ja. Groter dan dit. Meer dan 6, 7. Dus wat wij als oudste team doen, om de vergaderingen die we hebben, daar nemen we avondmaal en dan bidden we voor de gemeente. En dat is bijna het. Natuurlijk hebben we een agenda, die ruizen we dan een beetje door. Nee, daar kijken we ook naar. Maar die gaat eigenlijk dus altijd in de context van zorg voor de gemeente en dat soort dingen. Waar wij niet mee bezig willen zijn, is met praktische zaken. Heel simpel. Dus eigenlijk jullie nu weten dat je allemaal enabled bent. Komt het allemaal goed? Oké. Maar het is geen grap. Als je denkt, er moet iets gebeuren in de gemeente. Make it happen dan. Kom bij ons. Stel het voor. Ja, we hebben te weinig jeugdwerkers. Nou, ga ze werven dan. Of sta op dan, als jeugdwerker. Of is dat een oudste taak of zo? Nee, toch? Ik zeg gelijk wat ik denk. Nee, het is geen oudste taak. Wij moeten ook over het woord waken. Wij moeten zorgen dat er geen wet binnen sluipt. En dat, geloof me, dat is werk. Dat is gewoon actief bezig daarmee zijn. En wij bidden voor jullie dat het goed met jullie gaat. Wij willen gewoon als herders voor jullie zijn. Dat is onze taak. En daar vaart de gemeente wel bij. En jullie zouden je, jullie, wij zijn, wij, ik bedoel, wij zijn ook gemeente, maar we zouden ons veilig genoeg moeten voelen om op te staan om de dingen te gaan doen die we moeten doen. En daar mag je oog voor krijgen. Daar mag je echt oog voor krijgen. En zoek dan niet van, oh, ik moet iets heel actiefs gaan doen, dat heeft Casper gezegd. En wees er gewoon relaxed in, ga er gewoon lekker verbidden en laat dat wat op je hart geschreven is, laat dat gewoon zichtbaar worden. Want je hebt allemaal iets unieks ontvangen van God. Dat is echt waar. Je hebt iets unieks voor jouw leven ontvangen van God. Ten bate van de kerk, ten bate van de gelovigen, laat ik het zo zeggen. Want het interesseert me echt niet of hier naar 50, 100 of 150 mensen zitten, als ze maar het juiste woord hebben. Want daar wordt de omgeving ook beter van. En ik denk dat je dat mag bedenken. Jullie zijn de gemeente, doe het. Kom niet bij ons met van, er is het rooster van de koffie is niet goed. Dat is hartstikke belangrijk, wil die helemaal niet bagatelliseren. Maar regel het. Grow up en regel het. Misschien iets te rechts voor zijn raap. Komt ook uit Rotterdam, kom. Sorry. Maar we willen met z'n allen wat. We willen dat de gemeente... Nou ja, misschien heb je allemaal wel een heel unieke wil voor de gemeente. Een beeld van hoe de gemeente zich moet ontwikkelen. Deel het. Kom en deel het. Misschien ligt er een prachtige bediening voor jou klaar. En er is geen elke bediening is super waardevol, wat het ook is. Jij bent super van waarde, wat je ook doet. Maar kom er wel mee. Dan kunnen we allemaal onze rol spelen die we van God gekregen hebben. En dat helpt. En wat je mag verlaten is... En geloof me, dat heb ik echt gehoord. Ja, ik ben nog niet waar jij bent. Heel jammer. Of dat bidden van mensen, dat is niet echt mijn ding. Ja, kan ook. Ik weet niet eens of ik de geest wil ontvangen heb eigenlijk. Oh, ben je niet bekeerd dan? Ja. En dat in tongen spreken, dat is voor anderen. Ik hoor het wel eens, vind ik een beetje raar. En ik weet niet, ik heb er niet zoveel mee. Nou, mensen, in tongen spreken is een katalysator voor je geloofsleven. Dus begin er nou vandaag nog mee. Want wie wil niet de geheimenissen van God in zijn hart geschreven openbaar krijgen? Ga lekker in tongen bidden. Ga lekker bidden. Je hebt het wel. Je kan het wel. Jij kan wel met die persoon bidden. Dat heb je wel. Valse bescheidenheid, weet je, wat dat, noem het bewust valse bescheidenheid. Het is echt valse bescheidenheid. En weet je wat het in ten diepste is? Egoïsme. Want jij onthoudt een ander de zegen die jij klaar hebt liggen voor die persoon.
Omdat jij jezelf niet bekwaam vindt. Omdat jij denkt, eigenlijk zeg je, ik ben belangrijker dan die persoon. Want ik voel me niet comfortabel. Ik mag je over nadenken. Maar je bent wel comfortabel, want je bent gewoon bekwaam en able om uitstappen en te deliveren en te winnen. En ik wil sluiten met een tekst waar David in de oudste vergadering mee begon. En dat is die tekst van Johannes 14, die mag op. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof me dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. Als Jezus zegt voorwaar, moeten we opletten. In sommige teksten staat er amen, amen. Het is zo. Jullie gaan grotere dingen doen dan Jezus hier op aarde deed. Durf je dat te geloven? Dat staat op je hart geschreven namelijk. Je hebt een gaaf en bijzonder hart gekregen van God. Ready to go, ready to rumble. Hebben we er zin in 2020 of niet? Echt hè? Het gaat gebeuren in 2020, mensen gaan knallen. Amen.